Welkom bij een nieuwe aflevering van Arnhem Spreekt. Bruidsparen in de gemeente Arnhem zijn zeer tevreden over de trouwplechtigheid. Ze hebben ons een 8,6 gegeven, terwijl de waardering voor de trouwambtenaar nog hoger is, een 9. Ik spreek met iemand van het klantcontactcentrum van de gemeente Arnhem en ik vraag aan de Arnhemmers wat ze hiervan vinden. Bruidsparen die in de gemeente Arnhem zijn getrouwd, zijn zeer tevreden. Ze geven een 8,6 voor de trouwplechtigheid. Kun je er iets over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Wij zijn bijzonder trots op dit resultaat. Naar aanleiding van de enquête die we hebben gehouden onder 300 bruidsparen. Het blijkt dat Arnhem een prachtige stad is om in te trouwen. We hebben bijzonder mooie locaties om te trouwen. Natuurlijk onze eigen schepenzaal en onze nieuwe moderne trouwzaal. Maar ook Groot Warnsborn heeft een hele goede indruk achtergelaten bij de bruidsparen. En het Openluchtmuseum. Daarnaast heeft Arnhem prachtige parken waar mooie foto's gemaakt kunnen worden. Dus kortom, een stad om trots op te zijn en om in te trouwen. Ze hebben ook een 9 gegeven voor de trouwambtenaar. Dat klopt. Dat is helemaal uitmuntend. Dat cijfer hadden wij niet verwacht. Want een 9 is bijna het beste wat je kan krijgen. En dat laat eens en te meer zien dat onze trouwambtenaren met passie en liefde voor hun vak hier staan. En bruidsparen toespreken op hun mooiste dag. Wist u dat mensen een heel hoog cijfer geven voor de locatie en voor de trouwambtenaar? Dat zou ik niet weten. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik heel mooi. Ja, Arnhem is toch wel, het heeft iets. Leuk. Leuk voor de gemeente Arnhem, ja. Ik denk dat het voor de stad Arnhem een hele mooie pluim is, waar ze zeker trots op mogen zijn. Nu staan we in een hele mooie kamer, de spreekkamer. Wat wordt gebruikt voor de ondertrouw, maar ook om te trouwen? Kun je daar iets over vertellen? Ondertrouw is voor bruidsparen een feest. En dat feestgevoel ervaarden zij niet aan de balie van het stadhuis. En om op hun wens in te spelen, heeft Arnhem besloten om een nieuwe kleine trouwkamer in te richten. In deze ruimte worden zij heerlijk en warm ontvangen. En maken wij van de ondertrouw een feestje. Daarnaast hebben wij besloten om flitshuwelijken aan te bieden. En dat betekent dat in 10 tot 15 minuten bruidsparen hier in de echt worden verbonden. Maar ook het partnerschap wordt geregistreerd. En dat vindt in een kleine setting plaats. Daar mogen de kinderen van het bruidspaar bij zijn en twee getuigen. Want niet iedereen heeft de wens om een heel groot huwelijk aan te gaan of een groot feest te vieren. Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. Vanaf januari zijn wij gestart. En ik weet niet het exacte aantal, maar wij zitten toch al dik over de 35 bruidsparen die wij hier hebben voltrokken, dan wel geregistreerd hebben. Dus een resultaat om trots op te zijn. En wij horen ook van bruidsparen terug dat zij het heel prettig ervaren, het een mooie ruimte vinden en ook bij de ondertrouw dat er veel aandacht voor hun is. En men kan ook voor €99 trouwen. Dat is de goedkope versie. In 10 minuten, zou u daarvoor kiezen? Nou, als ik een... ik zou er wel voor kiezen, ja. Ja. Nou, ik denk dat trouwen iets heel speciaals is. En dat mag dan ook wel een centje kosten. Ja, het is heel mooi dat die mogelijkheid er is. Maar je moet geen moeite gaan doen om heel erg te korten op je trouwerij, denk ik. Wij zijn tijdens gratis half uurtje getrouwd, dus... Dat was nog goedkoper. Wij hebben als RTV Arnhem de primeur om te mogen mededelen dat op 25 april de trouwzaal wordt geheropend. Het wordt een groot spektakel. Kunt u er iets over vertellen? Nou, ik kan er niet heel veel over vertellen, want dan zou ik het allemaal weggeven. Maar ik kan je wel zeggen, het wordt een grote happening. Een mooie opening van onze nieuwe moderne trouwzaal op 25 april. Waar heel veel Arnhemse partijen met elkaar gaan samenwerken. En op dat moment heeft Arnhem drie prachtige zalen. De klassieke schepenzaal, een moderne trouwzaal en de kleine trouwzaal in het stadhuis. En daar zijn we als Arnhem heel erg trots op.